Theory of Mind, wat wordt daarmee bedoeld? Een alledaagse scène van twee vrouwen. De een kijkt naar de ander, de ander kijkt weg. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Onze hersenen moeten hard werken om deze complexe boodschap te begrijpen. Emoties moeten worden herkend. Lichaamstaal moet worden begrepen. En als er wat gezegd wordt, moet de taal worden geïnterpreteerd. De hersenen moeten al die informatie razendsnel verwerken zodat je je kunt verplaatsen in die ander en begrijpt wat er aan de hand is. Dit soort dingen gaat niet vanzelf. Dat leer je vanaf je geboorte. Bij een normale ontwikkeling leert een baby vanaf de geboorte het gedrag van andere mensen te begrijpen en te imiteren. Zo leert een baby dat als er iets leuks wordt verteld, dat daar lachen en plezier bij hoort en dat je dat kunt beïnvloeden. Een baby leert ook hoe je iemand boos maakt. En hoe je zelf boos moet doen. Verbanden worden herkend. Een baby leert zo verschillende soorten emoties en reacties herkennen. En begrijpt gaandeweg wat ze betekenen. En in welke situaties ze worden gebruikt. Dat noemen ze de ontwikkeling van de theory of mind. Het is alsof een grote rugzak gevuld wordt met ervaringen. Met een goed gevulde rugzak kun je het gedrag van een ander voorspellen. En begrijpen. Je kunt je voorstellen hoe een ander zich voelt of wat de ander denkt. Je begrijpt dat een ander andere dingen denkt dan jijzelf. Bij mensen met autisme lijkt het alsof de rugzak met ervaringen minder vol zit. De ontwikkeling van de theory of mind verloopt anders. Er is vanaf de babytijd al minder gericht kijken en minder imitatie. De behoefte aan gedeelde aandacht is in de regel verminderd of afwezig. Doordat de ontwikkeling van de theory of mind anders verloopt, hebben mensen met autisme grote moeite met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen of emoties. Uitdrukkingen van boosheid, ergernis of blijdschap worden moeilijk begrepen. De informatie komt wel binnen, maar blijft niet hangen. Lijkt geen plek van betekenis te krijgen. Als je niet kunt zien wat de ander bedoelt, hoe de ander zich voelt, als de context van een boodschap niet helder is is de wereld moeilijk te begrijpen. Een situatie als deze zal bij mensen waarbij de theory of mind beperkt ontwikkeld is, dan ook niet goed worden begrepen. Door gebrek aan inlevingsvermogen begrijpen ze de bedoeling, de intentie van andere mensen niet.